hip-hop in je smol. In je smol. Hip-hop in je smol. Hi, ik ben Shamai. Vandaag staan we in de grounds en we interviewen de Refreshed Orchestra. De jongens staan hierboven, dus kom mee. We zitten hier vandaag met de Refreshed Orchestra. Hallo. De Refreshed Orchestra is een behoorlijk grote band. Hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen? Hebben jullie zelf mensen gezocht daarvoor? Een tijdje geleden werden we benaderd door Sigmar Vriese. Die had een concept om al een avond hier in Grounds. En had een soort van live idee en dat wilde hij uitwerken. Dus het begon als begeleidingsmanagement met Alex, Rick van het Woord, Elder Sosa en Ronnie Rouse natuurlijk op bas. En we kregen tracks van artiesten die avond zouden optreden en die remixten we eigenlijk ter plekke. Maar in plaats van als een soort van studio producer ding te doen, deden we dat gewoon live. En zouden jullie jezelf omschrijven als een hip-hop band? Niet meer. Niet om hip-hop tekort te doen. Ik denk dat we gewoon iets breder zijn dan in één genre. En dat geldt ook voor de funk, soul, jazz. We zijn gewoon een band of een orchestra die niet genre gebonden meer is. En dat willen we ook graag zo behouden. Niet iedereen van jullie heeft een hip-hop achtergrond. Hoe is het dan toch voor sommige mensen om totaal iets anders te doen dan wat ze normaal gewend zijn? Nou, toen wij vorig jaar voor het eerst een tribute deden met een heel orkest in plaats van dus alleen die band, een kleine band, was dat een eerbetoon aan hip-hop producer Jay Dilla. En ja, die strijkers die we erbij hadden, die strings, die kenden dat nog niet zo. Toen zij komen van een achtergrond waar je Bach en Brahms en Schubert speelt. Maar op het podium was iedereen gewoon heel erg gelukkig en blij om die muziek te mogen spelen. Daarna had je wel bij iedereen het gevoel dat het zo aanstekelijk was dat hele hokjes gebeuren van of je nou uit een hip-hop ding komt of niet, dat het eigenlijk toch wel wegvalt zodra je met z'n allen op het podium staat. Daarnaast is het denk ik ook juist heel spannend voor het publiek om te zien dat inderdaad niet iedereen uit diezelfde hip-hop achtergrond komt. Oké. En jullie zijn dus een behoorlijk grote band met veel leden. Hoe gaat het proces van muziek maken met zoveel mensen met verschillende visies op muziek? Lekker. Ik denk dat iedereen komt uit zijn comfortzone. Bijvoorbeeld bij de Jay Dilla. Alex is een beest in het schrijven en gewoon de theorie van muziek. En dat is iets wat ik altijd niet veel wou benaderen. Want ik vind dat muziek vooral gevoel is. Maar ik ben uitgedaagd door of uit mijn comfortzone gaan om juist weer te gaan lezen. Zodat ik ook dat kan bijhouden. En andersom ook. Je klassiek geschoolde muzikanten, de strijkers bijvoorbeeld, die alleen maar lezen en plotseling op gevoel moeten spelen, op cues moeten spelen. Dus die chemistry daar is gewoon, ik kan het niet anders beschrijven dan lekker en magisch. En ik denk dat Refreshed ook maakt. Okay, dus jullie inspireren elkaar met elkaars muzikale achtergronden? Sowieso. En jullie hebben dus met veel verschillende artiesten al samengewerkt. Zijn er ook bepaalde artiesten die op de planning staan waar jullie graag mee zouden samenwerken? Is er een planning? dit is gewoon geen planning. Tuurlijk zijn er artiesten. Op het verlanglijstje? Ja, sowieso. Ik denk dat aangezien we een tribute JC hebben gedaan, zou het bijvoorbeeld te gek zijn om gewoon een JC te doen. Of gewoon artiesten die nog in leven zijn, maar die we kunnen eren. Ik zou wel een paar artiesten willen benaderen of willen doen die nog steeds in leven zijn en nog steeds hun credits verdienen. Vandaar ook die Sly-editie die eraan komt. Ik bedoel, zoveel hip-hop, zoveel soul, zoveel funk. Mensen, Stevie, echt iedereen is geïnspireerd door Sly. Als je het nou door hebt of niet. Die man ging van de top. Die man leeft nu uit een auto of een camper gewoon, weet je. En he's still a living legend. Dus ik vind het toch wel tof dat we
een tribute kunnen doen nu hij nog in leven is. En dat het toch generaties heeft kunnen inspireren. Dus ja, hopelijk is er iemand die Sly hier naartoe kan halen nog tijdens de tribute. Dat zou tof zijn. Oké, en jullie hebben eerder ook een tribute gedaan voor J Dilla. Bij de J Dilla 360 concert. Jullie hebben ook de Dunja Festival gedaan. Ja, jullie zijn toch wel een vrij nieuwe band. Hoe hebben jullie dit eigenlijk voor elkaar gekregen dat mensen zo geïnteresseerd zijn? Nou, Ver en ik die doen de muzikale leiding, maar er zit gelukkig een productieteam om ons heen vanuit Grounds, wat daarvoor kan zorgen. Daar hebben we heel veel geluk mee, want ja, het is geen geheim dat in Nederland op dit moment best lastig is om met een orkest je staande weten te houden. Zelfs een metropoolorkest, wat gewoon door iedereen in de muziek scene wordt beschouwd, is het beste pop/jazz orkest ter wereld. En dat dreigt niet meer te bestaan straks, dat dreigt te stoppen. Dan mogen we echt heel erg dankbaar zijn dat we dit allemaal kunnen doen. Gelukkig ook nog na dit seizoen kunnen we volgend seizoen ook weer door blijven gaan. En dat is te gek dat we gewoon een vooruitzicht hebben. Je ziet bij de muzikanten ook dat daardoor het enthousiasme nog steeds hoog blijft. En ook naast zeg maar, creatieve team dat zeg maar, technisch achter ons staat, maar ook gewoon de love die we krijgen van het publiek. Ja, we zijn in Rotterdam. Ik ben bijvoorbeeld in Rotterdam opgegroeid, Alex woont in Rotterdam. En Rotterdam is toch vrij een kille stad als het gaat om liefde tonen naar artiesten, weet je, die van eigen bodem komen. En ik heb dat geen dag niet gevoeld, zeg maar. Ik heb gewoon, sinds we bezig zijn met het concept, alleen maar love en iedereen neemt iedereen weer mee. En afgelopen concerten waren uitverkocht en niet met de oude gasten, maar ook gewoon met de jongere generatie, weet je. En dat is gewoon super tof. Dus sowieso props naar alle ja, Refresh fans. Eigenlijk, ik had het niet verwacht, weet je, maar ja, het is gewoon een hele fanbase die gewoon nu Refresh eigenlijk volgt. En dat, ja, much respect voor dat ook, weet je, dat mensen toch bereid zijn hun liefde te tonen. Jullie doen heel veel projecten in de Grounds, of jullie hebben wat projecten gedaan in de Grounds. Wat betekent deze plek voor jullie? Ergens speeltuin. Ja, speeltuin, thuis, toch wel thuis van Refresh. Ja, mogelijkheden, weet je. Ik denk dat Refresh gewoon een goed voorbeeld is van wat je kan doen als er wel de faciliteit voor iets blijft bestaan. Als je kijkt, bijvoorbeeld, we zijn Nighttown kwijt, wat zijn we kwijt? We zijn weet ik hoeveel andere zalen kwijt. En dan zie je iets als Grounds. Het is een school, het is een concertgebouw. En dan niet voor popmuziek, maar juist voor verschillende muziekstijlen. En ja, het is gewoon ja, een blessing, weet je. Gewoon alles. Het is gewoon echt een blessing. En we hebben begrepen dat verschillende labels jullie benaderd hebben. Klopt dat? Dat klopt. Mogen jullie daar iets over zeggen? Daar weet ik eigenlijk niet of we dat mogen. Nee, dus laten we het gewoon houden op het klopt. Oké, duidelijk. Zijn er momenteel dingen waar jullie aan werken? Of komt er een album aan? Of mogen jullie daar ook niet veel over zeggen? Ja, zullen we. Nou, we zijn eigenlijk in aanloop van het Jay-Z-ding. We hadden een filmpje op YouTube gezet van een repetitie van ons. Echt, dat was echt maar 2 minuten of zo materiaal. En dat heeft iemand gezien. En die wil heel graag met ons dat opnemen. Hij heeft de studiodagen voor ons beschikbaar. En in april gaan we dus voor het label Kindred Spirits dat opnemen. Gewoon instrumentale Jay-Z tracks. Dus eigenlijk wordt het gewoon weer terug naar de funk. Eigenlijk de samples die Jay-Z heeft gebruikt. Dat gaan wij dus weer opnieuw inspelen of spelen. Oké, en gaat dat ook internationaal? Of gaan jullie dat in Nederland doen? Nee, er zijn wel wat gesprekken, maar nee, nog niks concreets over internationaal. Maar het wordt in Nederland uitgebracht. Het wel, ja, het wordt in Nederland uitgebracht. Tuurlijk, je hoopt altijd internationaal te gaan, waarom niet? Ik bedoel, grenzen zijn er rond te overschrijden, weet je. Dus ja.